Na 2 minuten had ik zoiets van, oké, stop, ik kan niet meer Iemand trappen. Kan toch gewoon tegen je kut aan trappen? Mag ik dit ook aan jou vragen? Het is wel echt heel awkward. Hey, en hoe was dan je eerste keer seks? Hey. Dit is mijn seksmobiel. Hier ontvang ik iedere week een gast met wie ik al jullie seksvragen beantwoord. Want ja, over seks raak je nooit uitgepraat. Heb jij nou een vraag? Zet hem in de comments. En de gast van deze week is Dane. Zitten we weer? Laat hem gewoon zitten. Nee! Looking at you. Winnaar van de grote spuiten en slikken sekstest 2017. Dane! Hey. Hi. Jij hebt gewoon onze spuiten en slikken sekstest gewonnen. Bizar, hè? Maar hoe komt het dat jij zoveel over seks weet? Kijk, zeg maar, alle biologische vragen die gingen heel goed. Wat is de pH-waarde van een vagina? Kijk, dat soort dingen weet ik allemaal. Dat is gewoon... Ja? Ja, nou, ik weet dat ook. Dat is algemene kennis. Ja? Vind je dat geen algemene kennis? Van een vagina? Maar jij hebt geen vagina. Nee. Nou ja, over naar de vragen. Een vraag van Mike Root 66. Ik ben verliefd op een meisje die ik al 11 jaar ken. Ik denk dat zij mij als goede vriend ziet. Maar hoe kan ik erachter komen of zij mij misschien ook als vriendje kan zien? Ik heb dat heel vaak gehad, hè? Ja? Ja, ik was altijd nog steeds, ga eigenlijk altijd met jongens om. Dan zag ik iets echt als vriendschap en gezellig en... En de jongens dat niet. Oh nee, en dat is heel dus dan moest jij hun friendzonen. Ja, en dan raak je heel veel vrienden kwijt. Maar misschien moet je gewoon een beetje aftasten. Gewoon een beetje de moves maken. Misschien tijdens het uitgaan of zo. Dat werkt. Tegen elkaar aangaat zitten. Van, oh, ik ben zo lam. Sorry, je borst. Weet je wel, dat je dat een beetje zo kan aftasten. Ja, ik zou gewoon wel heel rustig aan doen. Ja. Ja, succes ermee. Een vraag van Tim0296. Ik ben verliefd op een transgender en ik ben zelf een jongen. En die andere persoon is als meisje geboren. Ben ik dan bi of gay? Wacht, even denken. Ik ben zelf een jongen en die andere persoon is als meisje geboren. Dan ben je homoseksueel, denk ik. Ja. Ik bedoel, je valt niet op wat er in de onderbroek zit. Valt ook natuurlijk gewoon op een persoon. Ja, eigenlijk in de meest ideale wereld zou je gewoon het hele gender moeten loslaten. Als iedereen bi. Volgende vraag. Soms probeer ik het doggy te doen met mijn vriendje, maar dit doet heel vaak pijn. Hoe kan dit komen en hebben jullie tips? Nou, doggy is gewoon wel echt een heftig standje. Ja. Dus ja, het is gewoon een gaat heftig gewoon standje. Dieper. Het is gewoon een feit, hij gaat gewoon dieper. Ik zou gewoon vooral, als je je er niet fijn mee voelt, als het niet lekker is, er vooral mee stoppen. Ja. Moet je met zoenen het altijd eerst netjes vragen of het maar gewoon doen? Mag ik je alsjeblieft zoenen? Of iemand voor op zijn bek pakken? Allebei denk ik een beetje gek. Hoe was jouw eerste zoen? Weet je dat nog? Ja, heel fout. Ik was op vakantie en er was een jongen en die was iets van 3 jaar ouder dan ik of zo. We hadden gezwommen en toen gingen we even televisie kijken of zo. Maar hij kreeg die televisie niet aan de praat. En toen zei hij, zal ik je dan maar op een andere manier vermaken? Nou. En als ik daar nu aan terugdenk, is het zo'n harde cringe. Ja, maar dat maar was hij dus helemaal was hij niet. Dan? Volgens mij was hij 16 of zo. Oh. De druk die ik voor mezelf had met zoenen, vond ik terechter bij de seks. Bij de eerste keer seks. Ik denk niet dat je zomaar met iemand het bed in moet duiken. Ik denk dat je niet zomaar met iemand... Kijk, je denkt anders over, maar ik denk... Hé, hey, en hoe was dan je eerste keer seks? Weet je dat nog? Mag ik dit ook aan jou vragen of ga jij alleen... Okay, nee. Hoe was jouw eerste keer seks? Was met mijn ex-vriendinnetje en was best wel chill. Zij had het wel al met een jongen gedaan. En ik weet nog wel dat het ging gebeuren. En dat ik gewoon niet zo goed wist, zeg maar, wat er nou precies moest gebeuren. Wat waarin moest. En toen kon ze me daarin een beetje helpen. En dat vond ik toen echt super relaxed. En bij jou? Mijn eerste keer was meteen goedmaakseks. Hij woonde op zichzelf. En ik ging voor het eerst naar hem toe een weekend. Maar er was iets misgegaan en hij kon pas veel later komen of zo. En toen was ik heel erg boos op hem geworden. En toen kwam hij uiteindelijk op zondagavond alsnog aankakken. Dus ja. Eureka. Toen kwam het Toen brak de hemel open. Ja. En deed het pijn? Nou, niet zozeer heel veel pijn, maar ik hield het gewoon niet lang vol. Na 2 minuten had ik zoiets van, oké, stop, ik kan niet meer. Volgens mij zijn we echt in een mini beetje van het onderwerp afgeweken. Even terug naar het zoenen. Wat is onze concluderende tip? Niet zomaar doen, niet zomaar vragen, aanvoelen. Ja, volgende vraag. Een vraag van Misty 0. Ik zit in de eerste en ben echt mager gebouwd, als in plat. Zo is mijn bouw gewoon. Sinds een paar weken word ik gepest en word ik super onzeker. Wat moet ik hier aan doen? Ik had precies hetzelfde. Ik heb altijd ondergewicht gehad. Ik zou er niet te druk om maken. Je bent nog zo jong. Dat, ja, er gaat nog zoveel veranderen. Echt nog wel goed. Maar hou ook gewoon van jezelf. Ja. Weet je? Ja. You should go and love yourself. Ik zit al een tijdje met de gedachte om me eens in mijn kruis te laten trappen door een meisje. Het lijkt me best erotisch. Hebben jullie hier ervaring mee? Nou, het zal je verbazen, maar ik heb geen kruis. Dus... Jawel.
ja, toch niet iets waar je in kan trappen. Iemand kan toch gewoon tegen je kut aan trappen? Nou, ik denk niet dat ik daarin thuis ben. Je moet er ook wel voorzichtig mee zijn, want je kan dus onvruchtbaar worden als iemand dat doet. Nee, en probeer eens gewoon een keer een klein klapje misschien. Dan kan je toch. Dat is dan niet gelijk een hele volwaardige trap. Ja, kan je proberen. Maar voorzichtig dan wel. Ja. Zo. Nou. Doei, Dee. Doei. Doei. En dat was hem voor deze week. Check hem volgende week weer. En hou hem hard.